Hallo beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Nu Jannes het toch is. Ik ben onderhand in Amerongen. Ik was natuurlijk op het moment nog in Rhenen. Ik was onderweg naar het huis waar ik uiteindelijk het EK zou gaan kijken en eventueel ook zou blijven slapen. Maar dat gaan jullie nu allemaal zien. Dan komt hij aan, nu. Hey, goedendag. Ik kwam kijken of ik nog steeds welkom was. Ik had vanmiddag uw zoon gesproken, Xander. Ja, die is er niet. Is er niet? Nee, hoe is hij bellen? Is hij weg? Ja, ik heb zijn telefoonnummer niet. Je blijft slapen. Precies. Wat denk je zelf? Kan toch best? Waar ken je Xander van dan? Ik ken Xander van dat ik hier vanmiddag bij hem op de koffie kwam. Nou, hij had gezegd van vanavond is voetbal, kom kijken. En als je zou willen blijven slapen, dan is het mogelijk. Maar u bent natuurlijk de grote baas hier, hè? Ik heb niks te vertellen, jongen. Nee? U hebt niks te vertellen? Ik heb niks te vertellen. Hier, staat met een theedoek in mijn hand. Met een theedoek in de handen zelfs. Wat erg. Dus ik kan ook maar gewoon een aanwas hullen. Yo, staat iemand voor jou voor de deur? Ik zal hem je even geven, ja? Oké, maar is het goed als ik hier gewoon even blijf wachten of zo? Oh, je blijft bij je vriendin. Ik ken natuurlijk je vader, we proberen zover te krijgen, maar ik weet niet of hij dat leuk vindt. Ik ga zo weg. Nee, die gaat zo weg. Ja, jammer. Helaas, helaas. Maar het maakt niet uit, jongen. Ik heb onderhand dat ik eigenlijk stiekem al wat geregeld. Maar ja, kijk, het is hier zo'n mooi huis en die mooie kooikarps van je pa. Ja, ik vind het gewoon heel erg... Het heeft wel wat. Ik had wel één vraag, meneer. Mag ik misschien heel veel een duik nemen? Wanneer? In het zwembad. Dat is vies, man. Maakt mij niet uit. Nee, dat word je hartstikke ziek. Er zit veel te veel chloor in. Nee, dat moet je niet doen. Nee? Komt van de week, dan is hij over. Ja, maar van de week ben ik hier niet meer. Ik ga van dorp naar dorp. Ik kom een keer terug. Hoe noemen we dat? Goed zo. Goed. Hey, Xander, in ieder geval fijne dag verder. Joe. En u ook, meneer. Goed zo, jongen. Ik wens u een fijne dag verder. Succes, hè. Ja, u ook. Doeg. Ja, het is een beetje jammer. Xander die is bij zijn vriendin en die blijft er vannacht slapen. Eigenlijk had ik gewoon net wat eerder terug moeten komen. Nou, ik was natuurlijk op zoek terug met allemaal dingen regelen. En bij die man chillen. Ik ga nu even ergens proberen een huis te vinden. Waar mensen gezellig voetbal aan het kijken zijn. Waar ik zelf nog even een biertje kan drinken. Ik denk dat het best wel een goede zaak is als ik naar die man toe ga. Want die man die heeft het best wel nodig. Die ja, zit daar zo in zijn eentje. Ik denk dat het wel leuk is als ik daar gewoon heen ga. Het is natuurlijk jammer dat ik niet in de dikke villa heb geslapen. Dat is niet zo erg. Kom vanzelf wel, joh. Volgende dorp, nieuwe kansen. Een hele goede dag, meneer. Hi. Ik ben Jannes en ik kom hier de gastvrije testen in Rhenen. Ja. Is Rhenen een beetje gastvrij? Ja? Zou ik toevallig bij jullie een biertje mogen drinken? Nee, dat niet. Nee? Nee. Dat niet? Nee. Oké, dus u bent de uitzondering eigenlijk? Nou, dat weet ik niet. Of had ik hem wat anders moeten vragen? Sapje kunnen we. Ja? Gewoon een sapje dan? Oh, iets anders vragen. Ik dacht iemand anders. Oh, nee, oké. Nee, ik zou zeggen succes. Oké. Okay. Hey, top. Hoi, hoi. Fijne dag verder. Joi. Doeg. Hey, goeiedag meneer. U pakt een klein raampje erbij. Ja. Meneer, ik had een vraag. Kijk, ik kom hier de gastvrije testen in Rhenen. Is Rhenen een beetje gastvrij? Ik denk het wel. Ja? Ja? Ik had een vraagje. Zou ik misschien toevallig een biertje bij je mogen drinken? Zou ik misschien toevallig een biertje bij moeten doen? Wat zei je? Nee? Houd het op. Wens ik je een fijne dag verder. Doeg! Nou, Rhenen wordt toch steeds minder gastvrij. Hoe gastvrij is Nederland? Uitvinden nu we er toch op zijn. Anymore like this. My heart just opened up the door again. Just watch me fly as I spread my wings. Don't ask me why, cause there are too many things. And now we're standing on the edge. Looking like here we go again. I woke up as your friend. Een hele goede dag. Hi. Ik ben Jannes en ik kom hier de gastvrije testen in Rhenen. Is Rhenen een beetje gastvrij?
Natuurlijk is hij gasvrij. En u? Bent u een beetje gasvrij? Ja, weet ik wel. Ja? Zou ook toevallig een biertje bij je mogen komen doen? Voor mij wel. Ja? Vind je het niet erg als ik het allemaal op film vastleg? Ik niet, hoor. Nee? Gewoon lekker verder. Top, top. Hartstikke mooi. U woont hier met de kinderen? Of, Ja. Oké. Okay. Zal ik even schoenen? Nee, hou maar aan. Dan lopen we door naar beneden. We gaan even naar beneden. Naar beneden? Ja, lopen we dan. Deze kant op? Ja, en dan weer naar rechts. Dan weer naar rechts. Nou, kom verder dan. Ik heb het bier koud liggen, hoor. Nou, dat is in ieder geval mooi. Wow, kijk eens aan. U heeft gewoon een hele bar hier. Goed voor elkaar. Oh, er is een bordje van één hier zelfs. Ziek. Heeft u gestolen? Ik niet. Oh, iemand anders. Eerlijk gekregen. Eerlijk gekregen. Eerlijk gestolen. Eerlijk gekregen, eerlijk gestolen. Het ruikt hier zelfs naar een kroeg, meneer. Ja, wat is dat, een kroeg, jongen? Ja, u doet u vast geen bier verkopen, denk ik. Nee. Proost trouwens. Proost. Hè? Even voor aankijken, hè? Als 7 jaar 76. Maar je hebt hier ook veel stijgers staan. We kunnen ook helemaal naar de kloot vanavond. Als we willen wel. Of dat doet u voor werk? Nee, is gewoon niet gek. Echt waar? Hier, die grote die er in het midden zit. Je hebt die weg, die spits dan. En dan heb je in het midden de ijsschoen. Die is van u. Ik maak ijs. Zo. Jullie goed? Ik heb er nog wel eens een ijs gegeven. Je bent de eigenaar, toch? Nee, ja, samen met een ex-partner. Ah, oké. Okay. En jij maakt het ijs? Ja. Dus, maar je hebt hier geen ijs voorraad? Nee. Jammer. Dat is dus wel een ijsje. Ik ben vandaag 23 geworden. Vandaag jaren. Ja, dan zit ik gewoon bij onbekenden in de kelder een biertje te drinken. Nou, je hebt in ieder geval een biertje gekregen. Precies. En toen dan? Mijn telefoon. Dat moet wel goed doen, hè. Dat is wakker, maar dat komt wel naar boven, hè. Nou, dat snap ik. Babyfoon gaat af. Ja, maar weet je ook is, als je zo in je eentje voor je deur staat en je komt met zo'n verhaal, of hetzelfde geld heb je verkeerde bedoeling. Hetzelfde geld roven ze mee de tent leeg boven nou ondertussen. Heb je gelijk. Het zou best wel een goed plan zijn. Maar hoe ben je ooit gekomen om een ijssalon te beginnen? Was je vrouw? Nee, daar ben ik via mijn vrouw ingerold. Die had hem al, die had het ijssalon. En mijn schoonvader is heeft hem ook begonnen. En hoe lang zijn jij en je vrouw uit elkaar? Nog niet zo lang. Hoe lang? Een paar weken. Paar weken zelfs. En wat is de druppel geweest? Nee. Als het niet meer gaat, dan gaan we niet meer. Ja. En dat was van beide kanten. De laatste vertelde zo'n man aan mij, zo'n Friese man. Hij zei, als je een week gelukkig wil zijn, moet je gaan trouwen. Als je leven lang gelukkig wil zijn, moet je gaan pissen. Toch? Ja, vissen hou ik ook niet van. Ik hou niet van voetbal. Ik hou niet van vissen. Waar hou je wel van? Drinken. Nou, ja, zo ja, is op zijn tijd wel. Nee, ja, maar je moet niet te veel drinken. Alles wat tuffer staat is niet ja, goed. Ja, nee, dat heb ik gelijk. Ik hou wel van gewoon een gezellig feestje. En, je werk, je kinderen, alles eromheen. En je hebt twee koters? Of twee? En hoe oud zijn ze? 3,5 en 6,5. En die zijn door de week bij jou of om de week? Of? Nee, ze zijn gewoon half bij mij. Oh, dus je hebt eigenlijk nog best wel een goede relatie met je vrouw? We hebben geen ruzie. Nou, het is natuurlijk altijd rot als je uiteindelijk uit elkaar moet. Als kun je niet, ja, we blijven ook samenwerken. Dus en blijven ook samen de kinderen opvoeden. Dus je hebt geen keuze. Het helpt ook niks om ruzies te maken, weet je, er is wel ellendig genoeg op de wereld. Ja. En als je er samen niet meer uitkomt en dan moet ik zeggen, houd het op, maar dan hoeft er niet gelijk een en al bonje te maken. Het kan er wat erger van. Dan wordt de situatie alleen voor beide slechter, voor de kinderen wordt het heel slecht. Ja, en het ligt er natuurlijk ook aan met wat het gevoel bij de partijen is. Kijk, als één iemand nog helemaal verliefd is en een ander die gaat vreemd of dat soort dingen, ja, dan heb je eerder de kans dat je ruzie krijgt. En dan is dat ook, zo. Daarom kun je er beter voor zijn en kun je beter gewoon een punt achter zetten. Maar Jan mijn baak komt ook. Nou, nog een baarkootje dan, dan schop ik die weer eruit. Ja, ik moet ook natuurlijk meer gasvrijheid zien. Nog meer? Ja. Laten we zien hoe ik dat kan volgen dan, hoe ik dat kan kijken. Op YouTube. Ja, op YouTube. Ik kan je wel opzoeken. Ja, moet je doen. Hey, gast, zet nu wat aan. Ik weet echt iets superleuks wat we even kunnen kijken. Het duurt wel even hoor. Dus okay. Misschien moet je me nog een baarkoot eten. Maar ik...
Mag het niet te laat, hoor. Nee, snap ik. Ik ben wel gast. Nee, ja, het is een kwartiertje. Ik heb een vlogger, heb ik hier te gast. Er werd aangebeld door mij en die zei, oh, die vroeg of ik gastvrij was. Ik zit nu beneden bij mij in de kroeg even een biertje te drinken. Janus Jordaan, jongen. Ja. Ik zei het in te groot. Met Jaap. Hij heeft me helemaal naar de kloten geholpen vanavond. Bedankt. Graag gedaan, jongen. En ik ga nu terug naar die oude man waar ik net was. Dus ik ga je een hele fijne avond wensen. Ik jou ook, jongen. En je hebt bewezen dat Rene een gastvrij is. Ja, Rene is gastvrij. Dat is graag gedaan, jongen. Ja. Top. En ik zie je waarschijnlijk gewoon een keer. Kom of succes, ik kom een, jongen. Of ik kom een keer een ijsje halen of zo. Moet je doen. Ja, precies. Is goed. Even fijne avond. Doeg! Doei! Nou mensen, ik heb echt een geweldige dag gehad. Een betere verjaardag had ik me gewoon niet kunnen wensen. Ja, ik ben onderhand een beetje vergeten om een slaapplek te gaan fixen. En ik wil natuurlijk wel een beetje vroeg slapen, zodat ik morgen weer gewoon goed vroeg op pad kan. Maar ik heb natuurlijk die oude man, dus daar ga ik gewoon nu terug naartoe. En dan ga ik daar even lekker tukken. Dus ook lekker rustig. Ik denk dat die man ook zo gaat slapen. Dus het is allemaal hartstikke goed bekeken. En ik vind het vooral ook, kijk, die man die woont daar in zijn eentje. Die heeft allemaal familie verloren. En die is gewoon best wel eenzaam. Dus het is natuurlijk ook leuk voor hem om gewoon een keertje iemand op bezoek te hebben. Ja. En iemand overnachten is natuurlijk ook lachen. Maar we gaan het zien. Misschien is hij wel niet meer wakker en dan ben ik echt een lul. Daar staan we weer, hoor. En hij is nog wakker, want de tv stond aan. Meneer, ik hoop dat u het niet erg vindt als ik nog op uw aanbod inga. Ik had het gevoel dat het wel op die kant op zit. Ja? Ja, ik weet niet hoe dat nou, kijk, weet je wat het is? Ik ben er niet echt mee bezig geweest. Ik ben bij iemand blijven hangen in de kelder. Heb ik de hele bier zitten drinken. Dus ja, het is niet echt voor gekomen. Kinder, maar wat is er gebeurd? Wat heeft Portugal gedaan? Het is verlenging. Hier links zie je dus de badkamers. Annex WC. Ja. Het was vroeger slaapkamer. We hebben hier om blijven bouwen. Nee, dat heeft de woningcorporatie gedaan. Nou, hebben we toch een mooi kamertje of niet? Ja. Maar misschien kunnen we morgen nog even een potje darten, voordat ik weg ga. Nou, lachen toch? Dat zo vaak zal u niet mensen hebben om een potje te darten, denk ik. Nee, ik zal het natuurlijk alleen te horen. Precies. U bent een grote Renische held. Oh. Dat ik hier vannacht mag slapen is echt geweldig. Nou, ik vind het niet. Nou, dat vind ik niet. U vindt, u vindt het niet meer als normaal. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook. Maar ik vind, als je kijkt naar hoe mensen tegenwoordig op dat soort dingen reageren, vind ik dit wel gewoon heel erg mooi. Ja, nee, goed. Er zijn nog gelukkig gewoon mensen zoals ik. Precies. Ja. En ik wens u een hele fijne nachtrust. Okay. En dan zie ik u morgen. Ja. Ik kom morgen vanzelf een keer naar beneden slenteren wat ik zei.
Ik heb aardappelbiertjes op, dus dan slaap ik meestal lekker mijn roes uit. Okay. Maar u ziet me vanzelf op beneden verschijnen. Oké, okay. Goed. Hasta mañana. Ja, hasta mañana. Tot morgen. Tot morgen. Slaap lekker. Jo, ik leg een handdoek voor je neer. Goedemorgen mensen, ik heb hier echt super lekker geslapen in de regen. En het was echt een geweldige dag hier gisteren. Ik moet zo wel weer door naar het volgende dorp, dus ik ga even mezelf opfrissen en dan gaan we zo weer door. Nou mensen, ik sta hier nu in de badkamer, ik ga zo even douchen. En dan even mijn tandjes poetsen. Boem, echt een beetje belabberd door gisteren. Wat te veel biertjes gedronken. En bako's en van alles en nog wat. Nou, ik heb me even opgefrist. En er komt een bakje koffie aan. Ik zou bood me een bijtje aan, maar ik heb niet echt honger. Dat heb ik meestal als ik de dag ervoor heb gesopen. Maar een bakje koffie is altijd lekker. Nou, een lekker bakje koffie erbij. Beter kan het niet zo op de vroege morgen. Of ja, vroeg. Voor mij is het vroeg. Maar ik, voor andere mensen misschien wat minder. Nou, meneer. Ja. Het was echt geweldig dat ik hier kon blijven slapen, maar ik denk dat ik er toch weer vandoor ga. U heeft ook een heleboel dingen te doen vandaag, hoorde ik. Ja, maar je gaat gewoon door. Hè. Precies. Het is wel alleen, ik vind het weinig aan, maar ja. Nou, u heeft in ieder geval mij een keer op bezoek gehad. Wat zeg je? U heeft in ieder geval mij een keer op bezoek gehad, toch? Ja, nou, het komt maar zelden voor dat... Dat er in één keer iemand voor de deur staat. U heeft echt Reen in het zonnetje gezet op deze manier. Echt, zo'n plezier wel nodig ook. Ja, precies. Het is niet best weer. Stel je voor dat ik hier nog een keer ben, ja, dan kom ik gewoon even langs op de koffie. Is goed. Wens ik u een fijne dag verder. Juist. Doeg. Veel geluk ook onderweg. Ja, komt helemaal goed. Doeg. Ja. Nou mensen, Renen was best wel gastvrij. Ik moet alleen nog wel een beetje editen, dus ik ga nu gewoon even kijken of ik misschien bij een café, en er zit hier vlakbij een café. Ik weet natuurlijk niet of die open is, maar of ik daar misschien binnen een drankje kan bieden en even een beetje met mijn vlog bezig kan. Zo, wat staat hier op het bordje? Gastvrijheid met een zachte G. Een hele goede dag, dames en heren. Jullie zijn denk ik de baas hier van het restaurant. Of niet? Ja. Deze mevrouw hier. Kijk, ik had een vraag. Ik heb hier vannacht, of van gisteren heb ik de gastvrijheid in Renen getest. En Renen was redelijk gastvrij. Ik heb bij mensen thuis gegeten, bij mensen thuis op de koffie geweest, biertjes gedronken. Ik heb net, kom ik van mijn meneer af waar ik vannacht geslapen heb. En ja, ik zag dit restaurant en ik zag een bordje staan. Gastvrijheid met een zachte G. Ja. Je komt uit Brabant denk ik? Nee, nee, maar bij Nijmegen. Ah, Nijmegen. Oh, daar heb ik nog gestudeerd. Kijk. Ik vroeg me af of ik misschien hier iets van een broodje zou kunnen krijgen. En dat is als sponsoring, zeg ik. Ja, precies, ja. Als sponsoring. Nou, ja, we kunnen toch? Ja? Ja, en waar heb je zin in? Nou, ik dacht een broodje met ei of zo. Ja, uitsmijter? Ja. Graag. Alsjeblieft. Er komt een ontbijtje aan. Eet smakelijk. Hartstikke bedankt, mevrouw. Hallo. Kijk eens aan, wat lekker. Kijk even goed van genieten. Sta je met deze lieftallige dame van... restaurant Cunera, of eigenlijk Steakhouse Cunera, en ik heb hier net gratis geluncht. Echt super tof van jullie, echt bedankt. En ja, ook fijn dat ik hier even kon zitten met mijn laptopje even editen en zo. Al is het niet helemaal gelukt, maar ik heb nu wel dingen geregeld die me verder gaan helpen, dus hartstikke bedankt. Ja, geen dank. Ze vinden het een beetje ongemakkelijk. Maar in ieder geval fijne dag verder. Ja, mensen, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe aflevering van Nu Jannes er toch is. Volgende keer ben ik in Elst. Je hebt mij op de video misschien een keertje zien roken. Dat moet je echt niet doen. Je ziet hoe ik er vanochtend uitzie. Het is echt heel erg slecht voor je en niet cool. Ik ben zelf ook een beetje verdrietig dat ik er ooit mee ben begonnen. Ik wilde heel graag mee stoppen en dat ga ik binnenkort ook wel een keer doen. Ja, het is gewoon heel erg lastig om er vanaf te komen. Maar wat ik zeg... Het is niet cool. Dat moet je echt niet doen. Het is echt... gaat er kapot aan. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. En vind jij het nou leuk om mij vaker door Nederland te zien reizen. En de gastvrijheid te zien testen in een heleboel verschillende dorpen. Dan moet je toch echt even op me abonneren. Ik ga het hier even bij laten. Dus mazzel.